wel. Luister. We hebben jouw wedstrijden een beetje geanalyseerd. Wat is dit? Dit zijn de wedstrijden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 wedstrijden. Wat betekent een W? Winnen. Winst. Wat betekent een G? Gelijk. Juist. De V. Verliezen. Verliezen. Hoog balletje, hoog balletje. 9 keer verloren. De W. De W, de W, de W. Namelijk 0 op. Winnen. 0 win. Geen balletje. Geen balletje te zien. Niks. Lara, jij staat met je hockeyteam in de... spits. Aan de kant. Kijk, hockey is eigenlijk vrij eenvoudig. Je moet inzakken, uitdraaien en overlappen. Opkomen. Daar gaat het om. Een terugtrekkende beweging. Dat zie je tegenstander niet. Zodat je als je teruggaat en links gaat... je heel makkelijk door de linie van de tegenpartij kan gaan. En... jawel, scoren. Nou, duidelijk? Nou, het enige wat ik snap is scoren. Jij hebt het toch geschreven? Je hebt toch een hockeyprobleem? Ik wou een voorbijspeeltrucje leren. Ja. En van wie zou je dat willen leren dan? Van Liedwijeld, hè. Loop je even mee? Oh, ja. Hallo. Morgen. Hey, hoe is het? Hi. Merel heeft een klein hockeyprobleem. Ja, iemand voorbij leren spelen. Ja, dat je een keer kan scoren, hè? Ja, omdat het gaat niet goed met ons team. Ik weet wel een paar leuke trucjes voor je. Je bent aanvallen. Hoeveel doelpunten heb je al gemaakt? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Interceptie van Welte. Daar komt de keeper aan. Daar komt Welte nog een keer. Nou, maak het dan maar af ook. Lieden bij Welte voor het slotakkoord. Daar komt ze. Daar moet het schot nog een keer komen. Welte, ja hoor. Laat dit symbolisch zijn voor deze tweede helft. En voor het hele toernooi van de uitblinkster van Nederland, Liedewij Welte. Waar sta jij in het veld? Ook voor rechts voor. Gebruik je ook trucjes? Ja, ik gebruik heel veel trucjes. Maar ik doe wel altijd wat anders. Zodat ze eigenlijk de verdediger niet meer weet waar ik heen ga. Wat is je favoriete truc? Nou, meestal doe ik gewoon backhand voorhand eigenlijk. Gewoon één keer zo. En dan ren ik hem voorbij, zeg maar. En dan maar voorbij. Lukt niet altijd. Ja. Nou, ik weet wel een hele goeie voor jou al. Ik heb 3 trucs. En de eerste truc is dat we iemand gaan passeren over de backhand. En daar gaan we meteen mee beginnen. Als jij mijn verdediger bent, zorg ik dat ik eerst dat ik daar ruimte ga creëren als ik het daar voorbij wil. Ik probeer eerst altijd te versnellen, waardoor mijn verdediger denkt, oh, ik moet nu gaan aanzetten, anders gaat ze voorlangs. Dus ik versnel, dan zet ik mijn rechterbeen voor, haal ik hem terug en dan versnel ik die kant op. Een trappetje naar binnen, zo noemen we hem. Kom maar, dan zal ik verdedigen. Ja, schijt! Je moet zorgen dat hij eerst echt mee naar voren moet rennen. En dan staat hij helemaal op het verkeerde been. Weet ik zeker. Hop! Ja, mooi! Goed! Ja, goed! Mooi! Oh, ik was wel mis. Mis. Ja, heel mis. Goed, mooi! En scoren! Yay! Mooi gedaan. Zullen we naar de volgende truc gaan? Graag. Ja. Deze truc heet de backhand lift. Dus ik trek hem naar mijn backhand en op dat moment lift ik hem naar voren. Ik weet niet of heel de tijd het liften lukt, maar... Merel, je moet altijd ervan uitgaan dat het je gaat lukken. Haar op je tanden hebben. Oké. Okay. Dat is echt een hele rare uitdrukking. Ik ga hem naar links en dan lift je hem. Mooi. En of hij gaat lukken. Ja. En dan moet je proberen hem naar voren te liften. Eerst daarheen. En dan naar voren. Juist. Juist. Ja, die is goed. Oh, wow. Mooi. Goed. Mooi. Je hebt hem nu helemaal, hè? In de pocket. Wij verliezen nogal veel. En hebben jullie wel eens ooit een periode gehad of zo met wat je dan doet als je verliest? Het belangrijkste is eigenlijk dat je met het team bij elkaar blijft. En goed met elkaar blijven strijden. Dus hoofd omhoog en met z'n allen gewoon zo hard werken dat je uiteindelijk die goal ook zelf nog gaat maken. Heb je er nog wel plezier in met z'n allen? Ja, heel erg. Ja, en dat moet je houden, want dat is het allerbelangrijkste truc. Ja. Trucje 3. De chop. Je raakt de bal achter op zijn kopje. En waardoor die omhoog stuit, het overstek van de verdediger. Ja. Oh, goed verdedigd. Applaus! Maar dit is eentje, die moet je echt heel veel gaan oefenen. Oh, wacht. Moet je hem hierachter echt raken? Ja, je raakt hem echt hierachter en je stick komt echt van boven. Oh. Ja, die was echt mooi.
iets meer van bovenaf. Juist. Als je hem hier moet doen, is het eigenlijk heel lastig. Dus ik leg hem altijd iets meer daar neer, waardoor ik echt eigenlijk gewoon... Ik kan hem al bijna niet anders meer raken dan op die kop. Zet je hem zo eenmaal. Ja, goed. Je hoeft hem, als je hem goed raakt, maar heel zacht erop te tikken. Ja, goed. Ja. Mooi. Oh. Nog een keer. Opnieuw. Ik was weer te ver naar voren. Dat was hem, hè? Ja, die was echt perfect gewoon. We hebben 3 bewegingen gedaan. Maar ja, ik ben natuurlijk een waardeloze verdediger. Ik heb wel een idee. We halen er een echte verdediger bij voor de laatste test... om te kijken hoe goed die trucken echt werken. Merel, ik heb een hele goede tegenstander geregeld. Jij mag 4 keer op Noelle aanvallen. En daarvan moet je er minimaal 2 keer haar passeren. Gaat je dat lukken? Ja. Je mag zelf kiezen met welke beweging je dat doet. Succes! Poging 1. Ja, dat is hem weer. Mooi. Tweede poging. Goed verdedigd. Derde poging. Er moet er nog één raken. Ja. Lekker. High five. Kom erbij. Vanaf de eerste wedstrijd dit nu gaat komen. Alleen maar winnen. Ja. En jij gaat ze allemaal scoren. Ja. Toch? Hey, goed gedaan. Goed gedaan. Goed gedaan, Merel.